Ik kom van het Zonnevlek College in Veldhoven. Ja, wij willen vooral de leerling laten zien wat voor mogelijkheden dat hij eigenlijk heeft met zijn vaardigheden. We hebben het niet over de theoretische vaardigheden die heel moeizaam aangebracht worden vaak bij dit soort leerlingen, maar over de praktische vaardigheden. Dus, en dat gekoppeld met een creatief idee, dan kan er een geweldig resultaat ontstaan. Wat we dus zichtbaar willen maken voor alle leerlingen in Nederland. Maar ook alle leerlingen in Nederland eigenlijk de kans zullen geven om daaraan deel te nemen. Maar in de klas gaan ze al met elkaar erover praten en selecteren ze er ook al eentje uit. En die komen weer bij elkaar, maar daar zijn ook weer leerlingen voor nodig om daar weer uit te selecteren. Dus het praten over kunst, het beoordelen van kunst is een heel belangrijk onderdeel bij deze opdracht. Dat en het met elkaar over hebben en het uitwisselen daarvan. Eigenlijk komen we tot één groot symbool wat staat voor ambacht en vaardigheden, creativiteit van dat type leerling. Het gaat vooral om de trots die die leerling dan ervaart bij die realisatie. En normaal is het zo, ze maken werkstukjes, die worden beoordeeld, die worden mee naar huis genomen, staan twee weken op de schouwer, op de schoorsteen en dan gaan ze de kliko in. En wij willen nu laten zien dat er zijn echt zulke goede werkstukken bij die verdienen het gewoon om een markante plek in Nederland te krijgen, om definitief stempel te zetten op hun kunnen. Vanuit die trots denk ik dat je gedreven wordt om verder te komen.